Staatsoliemaatschappij Suriname NV en National Energy Corporation of Trinidad and Tobago Limited gaan samenwerken aan zonne-energiecentrales in Suriname en Trinidad en Tobago en aan aardgasprojecten. Vandaag zijn er hiervoor twee documenten ondertekend. Een Memorandum of Understanding voor duurzame energieprojecten en een Letter of Intent voor capaciteitsopbouw en kennisuitwisseling om hun energiesectoren te verbeteren. Staatsoliedirecteur Anan Jageser zegt dat Suriname vooral kan leren uit de ervaring van Trinidad en Tobago. Ja, dus overeenkomst 1 gaat over het samenwerken op het gebied van zonne-energie. Waarom is dat interessant? Omdat wij een opwekker zijn in Suriname. We hebben ons hydrodam en we hebben ons oliegebaseerde plant op Turlifo. En wat zij hebben is dat zij ook energie opwekken op basis van gas. Maar ze zijn nu een 100 megawatt zonne-energie plant aan het bouwen. Dus ze hebben ervaring daarmee. En doordat we onze vaardigheden bij elkaar zetten, kunnen we samen meer doen. En daarom hebben we MOU getekend. We gaan verkennen of we in Suriname of in Trinidad een 100 megawatt zonne-energieplant kunnen bouwen. De tweede heet de LOI, Letter of Intent. En die heeft te maken met uitwisselen van gas, informatie en kennis. Je moet bedenken dat Trinidad al 45 jaar gas produceert. Dus ze hebben veel kennis en kunde op dat gebied. En wij hebben nu met hun afgesproken dat we mensen kunnen sturen, hun informatie kunnen vragen. Zodat we eigenlijk binnen 2-3 jaar eigenlijk een kennis van 45 jaar overnemen van hun. Jageser geeft verder aan dat de kennis van Trinidad en Tobago over gas gebruikt kan worden om de sector in Suriname meer vorm te geven. Binnen een periode van 2 tot 5 jaar moet volgens hem de nodige kennis al in huis zijn om de gas die in Suriname voorkomt beter te beheren. Maar wij denken dat gas niet eerder dan 2031 in Suriname zal zijn. Maar om daarnaartoe te werken hebben we die kennis nodig en daarom is het fijn dat we een uitwisselingsprogramma met hun afspreken. En ten aanzien van solar energy, we zullen afhankelijk zijn van of de overheid ons de vergunningen geeft om zoiets te bouwen. En of er interesse is uit Suriname. Dit moment benadrukt de wil van beide bedrijven om sterkere relaties op te bouwen tussen de energiesectoren van Suriname en Trinidad en Tobago.